Hi, ik ben Monique van Beats & Basics. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe tutorial. Vandaag ga ik laten zien hoe je een engeltje kunt maken van kralen. Nou, hier hangt het engeltje aan een kettingje van ballchain. Je kunt hem ook leuk als bedeltje gebruiken aan een armband. Of ook heel leuk om een cadeautje of een kerstcadeautje of een kaartje mee op te leuken. Dus ik zal even laten zien wat je allemaal nodig hebt. Nou, als eerst heb je facet druppelkralen nodig. En daarnaast vleugeltjes. We hebben twee verschillende maten in de shop. Verder gebruik ik de zilveren spacer beads, witte parels en nietstift. En als je een kettingje van ballchain erbij wil maken, dan heb je nog ballchain nodig, 4 mm jumpring, een splitring, een karabijnsluiting en eindkapjes voor het ballchain. En daarnaast heb je nog een kniptang en een platte tang nodig. En dan zal ik even laten zien hoe het moet. Nou, het maken van een engeltje is echt super eenvoudig. Het gaat er gewoon om dat je de juiste onderdelen hebt. Je hebt de nietstift. Je rijgt eerst de druppelkraal erop. Dan de vleugeltjes. Parel. En een spacer bead. Nou, dat is hem al. En om hem dan in een ketting te verwerken, maak je er nog een oogje aan. Dus je knipt het staafje iets minder dan een centimeter af, tot boven de kralen. Het uiteinde van een nietstift doe je tussen de tang. Je buigt hem om, een stukje terug en dan buig je hem helemaal dicht. En dan is je bedeltje klaar. Superleuk. Nou, zal ik nog even laten zien hoe je makkelijk een kettingje eraan kan maken. Van ballchain. Knip een stukje ballchain af. Dan heb je twee eindkapjes nodig. En dan hebben we drie ringetjes, twee voor de sluiting en één om het engeltje mee aan te hangen. Karabijnsluiting. En een splitring. Nou, eindkapjes voor de ballchain is een beetje gepriegel om het erop te krijgen. Maar je doet het kapje tussen je tangetje. Het laatste balletje van de ballchain leg je erin en dan knijp je hem dicht. En dan zit er een klein oogje aan. Nou, dan pak je een 4 mm jumpring. Die doe je door het oogje. Karabijnsluiting eraan. En dan weer dicht. Nou, dan doen we het engeltje eraan. Dus pak je weer een 4 mm jumpring. Maak je even open. Zodat het netjes tegen elkaar aan zit. Kettingje er doorheen. En dan werk je de andere kant af. Dus aan de ene kant zit dan een karabijnsluiting. En aan de andere kant zit een splitring. Dus je neemt weer het kapje tussen je tangetje. Zo. En dan zit er een kettingje aan. Nou, super schattig toch? Ik vind het wel. We hebben deze vleugeltjes in de shop. Dus dan krijg je wat grotere engeltjes. En ik heb ze ook nog gemaakt met de kleinere vleugeltjes die we in de shop hebben staan. Dus dan krijg je dit soort engeltjes. Nou, de facetkralen hebben we in allemaal verschillende kleuren. Dus kan je leuk iets maken. Ja, ik heb nu dan witte parels gebruikt. Maar je kan uiteraard gewoon alle soorten kralen gebruiken die je leuk vindt. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Alle materialen kun je kopen in de webshop. www.beatsandbasics.com. Link staat hieronder. En voor nog
nog meer sieraden tutorials kun je op ons kanaal abonneren. Tot de volgende keer.